De module Creatieve Kindercoaching is een tweedaagse module die jou leert hoe je beeldende creativiteit in kunt zetten tijdens de coaching van kinderen en ook van hun ouders. We gaan eerst kijken naar de hele brede zin van het woord creativiteit en waarom dat iets is wat je kunt gebruiken binnen je coaching. Hoe werkt dat dan? We gaan kijken naar het verschil tussen creatief proces en creatief resultaat. En hoe je die twee componenten van creativiteit kunt inzetten tijdens je coaching. En ze ieder ook hun eigen mogelijkheden hebben. Tijdens de dagen gaan we eigenlijk vooral heel erg veel zelf creatief bezig zijn. Door te tekenen, te schilderen en te boetseren. Jullie gaan ervaren wat de verschillende effecten zijn van die verschillende technieken. Tekenen heeft een heel ander effect op je dan schilderen. En dat heeft weer een heel ander effect dan boetseren. Ieder van die drie technieken heeft zijn eigen werking. En kun je dus inzetten bij verschillende vragen of problemen. En ja, we gaan ook vooral al die dingen eventjes overnieuw. We gaan dus vooral aan de slag met de creatieve materialen, omdat je op die manier eigenlijk het allerbeste ervaart wat de kracht is van creativiteit. Dat kun je niet leren uit een boekje of uit mijn reader of door heel goed naar mij te luisteren tijdens de lesdagen. Dat kun je vooral leren door het zelf te ervaren en te voelen wat het met je doet. Wat het met je doet om te tekenen, wat het met je doet om te schilderen, wat het met je doet als je gaat boetseren. En lekker met je handen in de klei zit. Dus die ervaring ga je zeker meekrijgen tijdens deze module. De module Kunstzinnige Counseling is de tweede creatieve module die ik bij Jip en Jan verzorg. En in feite een soort van vervolg op de module Creatieve Kindercoaching. Bij die module gaan we namelijk heel erg in op de creatief procesaspecten en hoe je die kunt inzetten als coach tool. En de module Kunstzinnige Counseling gaat juist heel erg in op de creatieve resultaat en alle aspecten daarvan en hoe je dat kunt inzetten tijdens je coaching. Kunstzinnige counseling is eigenlijk een vraagtechniek die jou helpt om samen met je coachee op onderzoek te gaan in dat werkstuk. Dat werkstuk wat natuurlijk in die end een perfecte afspiegeling is van zijn maker. Alle keuzes die zijn gemaakt, alle manieren waarop er is getekend, geschilderd of geboetseerd, laten heel veel zien van jouw coachie. En door vragen te stellen, als het werkstuk eenmaal voor jullie op tafel ligt of staat, kun je daarin heel veel ontdekkingen doen. En vooral kan je coachie heel veel ontdekkingen doen als jij de goede vragen stelt. En dat is precies wat we gaan oefenen in deze twee dagen. Naast dat we weer heel erg creatief ook aan de slag gaan, gaan we vooral onze tijd gebruiken om de creatieve resultaten van onze creatieve processen onder de loep te nemen samen met elkaar. En te oefenen met vragen stellen volgens een bepaalde methodiek die maakt dat je echt diepgang kunt bereiken tijdens je coaching door middel van creativiteit.